Wie heb ik hier voor me? Ik ben Jan-Willem Brugeweert, algemeen directeur van Radio 538. En ik ben Barry Paf, DJ bij Radio 538. En wat doen jullie hier vandaag? Nou, we hebben een hele mooie taak gekregen om straks mee de prijs uit te reiken aan diegene die straks hier met de Biscuit Award gaan weglopen. En ik moet zeggen, ik was echt verbaasd als je ziet wat voor soort cases er allemaal behandeld worden. Het is echt serieus business wat ze doen. Dat is erg leuk. Ja, de accountants van de toekomst zijn ingelopen. Ja. Denken jullie dat ondernemers belangrijk zijn? Ja, ondernemers. Nou ja, kijk, als we praten over ondernemerschap, heeft te maken met lef, heeft te maken met durf. En uiteindelijk goede ondernemers zorgen ervoor dat de economie in het land ook vooruit gaat. Dus zonder ondernemers kunnen we niet. Dus ja, hoe meer ondernemers er zijn, hoe beter het en hoe leuker het wordt ook. En durf en lef is ook 538, of niet? Durf en lef is ook 538, ja, heel goed. Ja. Hey, wat vinden jullie van de teams, zeg maar? Hebben jullie ze al gesproken? Nee, alleen wel even gezien dat ze allemaal druk bezig zijn. Ik moet zeggen, wel, iedereen is echt super serieus en echt heel erg enthousiast bezig. En je zag ook net bij de laatste ronde, ze wisten niet hoe snel ze moesten starten. Dus de ambitie om te winnen is echt enorm. Nou ja, alleen maar leuk, goed om te zien. Hebben jullie nog een laatste tip voor ze? Ja, ik denk wat je net zelf zegt, durf en lef, stop dat erin. Stop er zoveel mogelijk durf en lef in, dan komt het al goed. Mag jij nog? Ik sluit me helemaal aan bij Jan-Willem, ja. Hij is de man van de cijfertjes, ja, ik ben van de luistercijfers. Ik zal het een beetje omhoog gaan soms. De verkoop moet inderdaad ook verkoop en luisteren. Precies. Cool, nou, dankjewel.